2 België. En dan Wolfinson op de derde plaats. Koen Pauwels tweede. Jos Jansen voorlopig met een iets knap probleem aan de laatste plaats. Le superbe départ de Jérôme Grosjean qui a surpris tout le monde par l'extérieur. Koen Pauwels, sa petite dans la poudreuse là qui s'est fait déborder par Lucas Marquez, ça n'est pas Velkutti. Pauwels ging daar iets te ver naar buiten. Verliest zijn tweede plaats. Zit hij daar op de derde plaats te rijden? Vierde plaats, ja. Nestelt zich voorlopig op de derde plaats. Even kijken of iemand uiteraard een joker net voor gaat in. In de gezelschap van Leandro. Is de man die voor de aanleiding zit, dames en heren. En dan kijken we dat Duvalde. Gaat die joker een ja of nee? Duvalde loopt op de vierde plaats. Aan de leiding Lineman. Tweede plaats voorlopig voor Petrankovic. De vierde plaats voor Willem Veldman. En de vijfde plaats voor Luiten. Jana, de rap is goed. Jan de Raan. Toffel Wendla. Ulrich Lineman là un peu malmené. Et Razul Mineralov également. Wow, wij weten daar rechts, daar rechts. In die grote bocht daar rechts, dames en heren. We zagen dat Lineman. Dan een klein beetje gaan glibberen misschien zelfs. Allez, Ulrich Lineman, le pilote danois qui a pris son tour de terre. Ça saute fort là pour Rasul Mineralov qui est sorti très très large. Et Nikita Bissot. On a perdu un petit peu les couleurs de notre partenaire officiel qui sort de la seconde. Allez, Denis Zalikov qui s'est emparé de la première place là devant Andreas Stéphane. Attention à ce pilote russe là sur la Skoda. Sa poussière dans le fond du ciel. Attention là, les trois hommes de tête. Regardez, Andy Scott qui prend tous les risques là et qui vient en contact avec Lucas von Brützen. Lucas von Brützen qui repasse. Leidt de voorloper de Fransman. Op een tweede plaats zijn we naar Petter Solbergen. En op de vierde plaats dit is nu. Vierde plaats voor François Duvalde. Petter Solbergen voor bij de Fransman. Thierry Janek qui a fait trop large à l'extérieur et qui tout de suite. En de vijfde plaats voorlopig in handen van Stefan Vaassen. Actuellement la troisième place du championnat du monde dans la catégorie Supercars. Het zat niet zo mee voor deze bakker in de België. Het zat voorlopig op de derde plaats. Ook probleem, maar daar zien we dat. Ja, ja. Voor de mensen die
kunnen door een valse start veroorzaken. De valse starten, de vrije stand hier uiteraard, die moeten dan twee keer. Avec les beaux fleurs que tu nous donnes, ça fait plaisir naturellement à tout le monde. On va contrôler le temps qu'on va. On va faire le final bientôt. Est-ce que tu sais par qui on va faire le final? Non, c'est juste... Italiens contre les Belges pour la 4e et 5e place. Super Nationals dus hier in de net na de eerste en de tweede race gaan we mee starten. Et Peder Solberg de Dijonais avec une trajectoire beaucoup plus propre là, juste derrière. Et Thomas Aiguinan qui ne parvient pas pour l'instant le débordé. Peter Solberg.